Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvideo van Jan Blonk Auto's. Ik ben weer terug van vakantie. Twee weken weg geweest. En in die twee weken is een hoop gebeurd. Het is een aardig lange video geworden. Dat ga je straks allemaal zien. We hebben een hoop verkocht. Zoals jullie zien, ook hier. De showroom is aardig leeg. Eigenlijk wel heel erg leeg. Dit is normaal de caddy-rij. En we hebben er hier nog twee staan. En daarachterin hebben we er nog twee staan. Er komen er nog een aantal aan. Van het vorige model, twee zwarte. En er komen nog een paar nieuwe aan. We hebben hier een aantal Vito's op een rijtje staan. Waaronder er al twee verkocht zijn. Die zwart hier in de hoek. En dit is de allerlaatste die we hadden staan van het vorige model. Is ook verkocht. Er komen er weer een aantal aan van de nieuwe Vito's. We hebben hier een aantal Fokjes staan. Eindelijk een keertje weer in de showroom als voorraad. Dus met de prijskaarten erin. Normaal gesproken, als de klanten binnenkwamen voor een Ford, moesten we dus de verkochte modellen laten zien. Maar nu hebben we dus een aantal gewoon op voorraad staan, die eigenlijk zo meegenomen kunnen worden. Hier zo hebben we alle transporten staan, de laatste die we hebben. En we gaan ervoor zorgen dat we volgende week, in plaats van alle transporters, hier een hele Ford-rij wordt. We gaan echt een hoop klaarmaken weer aankomende week. Dat zien jullie dus in het volgende filmpje. En dan gaan we dus heel deze rij voorzien van allemaal nieuwe Fordjes. Nieuw binnengekomen een caddy. Twee schuifdeuren. 6000 kilometer erop. Die gaan we nu helemaal aanpakken. De motorkap staat al open. We gaan hem verlagen. Andere grill erin zetten. 19 inch velgen. Complete uitvoering. Twee zits. Met twee verstelbare stoelen erin. Twee comfortstoelen. Active display erin. Gaan we vandaag een beet pakken, straks het eindresultaat. Ondertussen zullen we nog wat filmen. Ondertussen met de caddy nog steeds bezig. We hebben een ander achterveer opgeplaatst. Rode Brembo kapjes. Spatlappen zijn er vanaf. Het voor ook verlaagd. Zwarte grill erin geplaatst. En een Maxtron front spoiler. Zwart logo. We gaan nu velgen plaatsen en dan gaat hij naar beneden en halen we de dakreling er vanaf. Dan nog zwarte afdekrelen op aan de zijkant. En dan is hij klaar. Bezig met de afdekrelen erop aan te zetten. Er zit de timmering in, dus die hebben we eruit gehaald. Nu alles los. De relen zitten al half los. Schuiven nu straks dicht en kunnen de zwarte relingen erop. Het eindresultaat mag er zijn. We hebben net nog een stukje sidewalls erop geplaatst. Staat weer terug op de wielen. Is een aantal centimeter verlaagd. Zwarte logo's erop. Mooie zwarte afdekreden erop. Achterlogo hebben we eraf geplaatst. Er komt nu een nieuwe op die gespoten wordt. Achterspoortje moet er nog op. Linkerzijkant ook gelijk. Met de zwarte afdekrail. Helemaal klaar om hem te poetsen, foto's te maken en weer op internet te zetten. Super unieke auto, 6000 kilometer erop. Weer helemaal klaargemaakt. Wat een plaatje, is het verschil of nu je ziet. Vandaag is het poetsdag. We hebben een 4x4 Ford Transit Custom binnengekregen. Is ondertussen ook alweer verkocht. We hebben hem al verlaagd, de grill erin gezet. Leren bekleding komt later. Super dikke auto ook weer. Achterwippen erop. Zwart logootje en spoorlijk komt er nog op. We gaan hem eerst helemaal polijsten en poetsen. Dan gaan we dat erop plakken. De andere kant hem zaterdag weer ophalen. De klant gaat veel naar Zwitserland met deze auto's. Daarom heeft hij voor een 4x4 gekozen. We hebben er maar twee staan. We hebben ook nog een grijze. En dan zijn we weer uitverkocht. Het eindresultaat mag er weer zijn. Helemaal compleet. Kentekenplaat ouders erop. Raam weer netjes schoon, gepolijst en gepoetst, achterlogo erop geplaatst, spoorletje komt morgen binnen, dus die gaan we dan morgen even opzetten, dan is hier weer helemaal aflevering. Hey George, wil je ook in het filmpje? We hebben een nieuwe waakhond, super dikke Transit Custom weer, 170 pk, compleet verlaagd, 20 inch velgen eronder gemonteerd. We hebben net helemaal gepolijst en gepoetst. Nu hebben we net ontvet. Gaan we nog een glascoat erin plaatsen. Zwarte grill erin. Super mooie LED koplampen. Origineel erin van Ford. Ford LED.
lijkt nu een zilvergrijs, maar het is een grey merkkleur. Twee schuifdeuren. Voorzien weer van een achterspoiler. Zwart logo. Nu nog glascoating plaatsen. Dan kan de klant hem ophalen. Rick is bezig met de Mojave Berge transportbus die we nu verkocht hebben. Een dubbel cabine. De klant heeft ervoor gekozen om nog een setje VPS sidebars te laten plaatsen door ons. Dus die zijn net gemonteerd. Nu met de achterkant bezig om er een trekhek op te zetten en betimmering in de laadruimte. Maandag akkoord voor de verkoop. En donderdag alweer opgehaald, helemaal compleet rij klaar. Zodat hij gelijk mee naar vakantie kan gaan. Super mooie kleur. Deze week dus de aflevering. Maandag weer te zien in de YouTube filmpjes. Afgelopen week hebben we een nieuwe caddy binnengekregen, een Maxi. Op bestelling van een klant. We hadden alleen een lengte 1 staan, maar de klant wil graag een lengte 2. Dus die heeft Rick verlaagd en alles zwart gemaakt. 19 inch serie wel gedronden. De leren bekleding komt er nog in. Het dashboard hebben we eruit gehaald. Het front, want er wordt nu hoog van zwart ook gesloten. Zwarte afdekker in de plaats. Het heeft 2 schuifdeuren. Er komt nu nog een achterspoiler op. En we zijn nu bezig met een imperial. Helemaal in het mat zwart. Nu aan het klaarmaken. Die gaat er straks op. Daarna kan die gepoetst worden en dan kan die met 2 weekjes rijden. Ondertussen is de imperial geplaatst. Super dik, helemaal in het zwart ook. Geen rol meer achterom, maar een soort geleidingsrail. Super glad spul, dus gaat hij ook overheen. We gaan nu nog een spoiler op plaatsen. En dan kan die gewassen worden. Klaar voor de aflevering. Net helemaal gepolijst en gepoetst. Twintig inch velgen met henkelbanden eronder. Hier de bekleding erin geplaatst. Dit is een limited. Herkennen aan de armleuning. En aan een middenarmsteun. Wat een plaatje weer. Originele trekhaak. Complete laadruimte betimmerd met zijwandbetimmering. Een leuke Fortis, super goede binnenbelichting. En hier zit een knopje. Waardoor de achterverlichting ook nog aangaat. Dat je zo buiten ook nog wat meer licht hebt. Twee afleveringen van 2 nieuwe Ford Transit Custom bussen. 1 aan OMB bouw en dan aan AG Burg bouw. 2 broers. Ze vertrekken nu. Yo, hoi hoi! Weer een aflevering van een hele nieuwe Ford Transit Custom Limited 170 pk. Alles gespoten, weer de grill, lipjes erop gezet. 20 inch velgen, vertrek nu weer. Helemaal uit Limburg gedaan. Aflevering van weer een Transit Custom 170 pk Limited. Vertrek nu weer. Aflevering weer van een Ford Transit Custom. Deze keer een Trend 130 pk. Wel verlaagd. Gespoten grill erin en 19 inch wielen. Met dunlopbanden eronder. Compleet met leer uitgevoerd. TGB Edition pakket erop. Achterspoiler. Trekhaak. Trek nu weer richting Brabant. Aflevering van een hele nieuwe Transit Custom Limited 170 pk van M. Tolsma. Trek nu weer. Aflevering van weer een nieuwe Transit Custom Limited met de groene JB Edition pakket erop. Een middel installatietechniek, vertrek nu weer. Echt een dikke uitvoering, komt binnenkort ook weer een nieuwe online, want we gaan er nog eentje zo maken.
twee schuifdeuren erin. Aflevering van de allerlaatste 204 pk, enkel cabine die we hadden staan. En Mark Menema, bestratingen, vertrekt nu weer. Ja, hè? Succes! Aflevering van een Transit Custom, 170 pk limited. Anne Mekkerstee uit Oudorp, vertrekt nou weer. Komt nog een hele mooie bestikkering op. Gaat de klant zelf regelen, wij hebben hem dus verlaagd. Lerenbekleding erin gezet, alles gespoten. Deze keer geen 20 inch, maar 19 inch, maar het valt bijna niet op, maar net iets meer comfort. Trekhaak en een mooie achterspoiler. Dan een plaatje weer. Aflevering van een Ford Transit Custom Limited. De klant hebben ervoor gekozen om eerst even op stalen velgen te nemen. Daarna later nog een ander setje te kiezen. Ze vonden nog niet echt een setje die ze naar keuze konden vinden bij ons. Dus uiteindelijk rijden ze nu eerst zo. Lerenbekleding komt later nog in. Top keukenmontage, vertrekt nu weer. Aflevering aan Seagras. Van een nieuwe Ford Transit Custom Limited, 170 pk. Alles op en eraan ook weer. Trek nu weer met de 20 inch velgen. Leren bekleding erin. Aflevering aan Edwin de Vries Schilderwerken. Een nieuwe voor Transit Custom. Tweede bus die bij ons komt, vertrek nu weer. Aflevering van een Ford Transit Custom. Een trenduitvoering, maar wel een all-wheel drive. 170 pk met twee schuifdeuren. Het land heeft gekozen voor 19 inch velgen. In zwart, full black. Vertrekt nu weer. Heeft een all-wheel drive gekozen omdat hij vaak in Zwitserland ermee gaat. Later nog een trekker op de plaats door ons. Super dikke auto. Helemaal aan de andere kant van het land. Niemand had hem staan, wel op voorraad. Het land super tevreden mee. Vanmorgen kwam deze klant binnen bij ons. Heeft zijn eigen bus ingereld. En hij reed hem gelijk weer mee, de nieuwe. Dus een super snelle aflevering. Gaat de volgende gelijk mee op vakantie in Zwitserland. Aflevering van de nieuwe Ford Transit Custom. De Trend 130 pk. Leren bekleding komt later pas binnen, jammer genoeg. Dus de klant gaat er wel vast mee rijden. Trekt richting Amsterdam als support BVDO. De 19 is velgen eronder. Zijskut, gespoten grill, helemaal compleet weer, zoals wij ze altijd maken. Aflevering van een nieuwe transporterbus Bully in een Mojave beige. Een blond transport uit Urk, vertrekt nu weer. Aflevering weer van een Ford Transit Custom aan E. Becker. Vertrek nu weer. Hoi hoi! Zo. Aflevering van een Caddy. Ongezien verkocht. De klant was op vakantie. Stuurde ons een appje. Met interesse in deze Caddy. Ze hebben een filmpje doorgestuurd. En uiteindelijk komt hij nu alweer ophalen na zijn vakantie. Vertrek nu weer richting Veghel. Aflevering van een nieuwe Transit Custom weer. 170 pk limited aan Bike Drive. Fietsenwinkel, vertrek nu weer. We hebben hier een dikke Sprinter staan. Die hebben we ook in het vorige filmpje laten zien. Die is verkocht. Die gaan we dus klaarmaken. Dat gaan jullie dus in het volgende filmpje weer zien. En dan wordt deze weer afgeleverd. Dat is ook gelijk het einde van de video. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende.